van wie we nog steeds niet de naam kennen. Hij wilde die naam niet prijsgeven. In ieder geval wordt het dus niet Nadia Comaneci. Daar is die vlam aangestoken in Olympia, dat is duidelijk. Meestal zijn vliegtuig overgebracht naar het land van organisatie, maar daar wilden de Grieken dit hier niet aan. Die vlam is namelijk nu via een satelliet, een laserstraalverbinding, als je dat zo mag zeggen, naar New York City gegaan. Daar is hij weer aangestoken. Dat was op 8 mei van dit jaar. Toen is men over 15.000 kilometer gaan lopen. En over elke kilometer kon een andere loper die vlam verder brengen. Dat kostte hem dan wel $3.000. Hij moest dat storten op een bepaald banknummer of een giro-nummer ten behoeve van de jeugdsport in de Verenigde Staten. $3.000 maal 15.000 kilometer. Aardig bedrag zou ik zo zeggen. Aardig idee misschien voor de stichting Sport Support. Door 33 staten ging, 41 grote steden en 1000 steden van wat minder afmetingen. En nog steeds is men Amerika op de televisie bezig met reclame. De omroeper hier in het stadion gaat in ieder geval nu dat gezelschapsspel uitleggen. Die kaarten die moeten worden opgehouden. En de vlam wordt verder gebracht. 15.000 kilometer door het land. Ik hoor dat er in Amerika of in Nederland geen beeldverbinding meer is. En gelukkig voor u en voor ons ook natuurlijk is die beeldverbinding nu weer tot stand gebracht. We kijken nog steeds naar het voortbrengen van die vlam. Inmiddels in Santa Monica, althans op deze beelden, een voorstad van Los Angeles.